U had naar het strand kunnen gaan in Bloemendaal, maar dat doet u niet. U gaat naar deze kunsttempel van Ben en ik vind het geweldig dat u met zoveel mensen hier bij elkaar bent. Want dit is, zoals Ben het noemt, het huis van de verhalen. En langzamerhand echt een standaard geworden voor kunstminnend Bloemendaal. En ik vind het echt fantastisch dat je altijd weer mensen inspireert om hier te komen. Want ik heb hier al menig tentoonstelling in de afgelopen jaren mogen openen. En dat is elke keer weer een feestje. Nu wel in het bijzonder, vind ik. Het was toch eigenlijk wel een treurig moment toen het pop-up art gallery aan de Bloemendaalse weg op een of moment moest sluiten. Het huis van Blokker. En 1 april 2022, geen aprilgrap, maar heel serieus. En toen is toch een aantal mensen gaan denken van, hoe kunnen we dit niet verder brengen? En dat gebeurt dus nu op een hele eigentijdse manier. Mark, mijn grote vriend Mark Doorn, zeer creatieve geest. Zeer goed in staat, denk ik, om een heel mooie site van de grond te tillen. Ik heb natuurlijk zelf ook eens eventjes zitten googlen. Wat ik mooi en eigentijds vind, is dat het een aanbod geeft, een beeld van de kunstenaars die wij in onze gemeenschap en daaromheen hebben. Maar ook met interviews, met podcasts, vind ik ook echt van deze tijd. Hè. Vertel nou waaruit je inspiratie en je drijfveer bestaan om vervolgens je kunst vorm te geven. En natuurlijk een aanbod. Dat hoort er ook bij en dat wordt hier vandaag weer op een prachtige manier vanuit de mensen die de pop-up in Bloemendaal hadden georganiseerd, eigenlijk weer opnieuw in de lucht gezet. En ik vind het een feest. Ik vind het prachtig belicht. Enorm fijn dat jullie dat zo mooi hebben gedaan. En ja, dan zie je dat het over allerlei materialen gaat. Dat het over structuur gaat, dat het over kleur gaat, dat het over inspiratie gaat, dat het over vormen gaat, dat het over materialisatie gaat, dat het over in ieder geval verbeeldingskracht gaat en dat is en scheppingskracht en dat is hier prachtig bij elkaar gebracht. Ik vind het dus een enorme felicitatie aan de initiatiefgroep. Ik heb een bloemetje meegenomen voor Fleur. Kiki, wil jij hem eventjes pakken? Want ik heb Floor heel hoog, omdat ze met een enorm doorzettingsvermogen, met volharding en volhoudendheid, dit altijd weer van de grond tilt. Ik hou van je. En ik wens jullie allemaal een enorme goede tentoonstelling en kopen, hè? Want euro's moeten rollen. Hele mooie tentoonstelling.